Truus Veger blikt terug op haar tijd bij het Rode Kruis. In het bijzonder op de periode dat ze opvang van Hongaarse vluchtelingen organiseerde na de Hongaarse opstand van 1956 in een kasteel dicht bij de Hongaars-Oostenrijkse grens. Ik ben overal geweest. Overal. Heel op mijn eentje. Hand aan het stuur, Rode Kruisvlag in top. Door de oerwouden van Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea. Nee, ik ben geen bureaumens. Nieuw-Zeeland ben ik geweest. Perzië ben er geweest. Op uitnodiging van prinses Shams Pahlavi. Of ik een jeugdrode kruis wilde opzetten. Ik heb die taak met beide handen aangepakt. Oh ja, er is geen dankbaarder en prettiger werk dan daar waar praktisch nog niks is en waarvan alles valt te beginnen. Schloss Judenau. Dat was zo'n plek. Een kasteel in een klein dorp ten noordwesten van Wenen. En zover je kon kijken. Graan, gras, lucht, een paar boerderijen, wat huizen, een kerkje en een kasteel. En dat klinkt als een droom. Dat was compleet uitgewoond. De ramen waren stuk. De deuren waren weg. Geen kranen, geen licht, niks. En zo zag het eruit toen de eerste Hongaren daar aankwamen. In Nederland regelde het Rode Kruis alles binnen anderhalve dag. Op maandagavond werden 100 vrijwilligers opgeroepen. En op woensdagmiddag was de jaarbeurs klaar om de vluchtelingen op te vangen. 200.000 Hongaren zonder huis. En een kapot geschreeuwd hart om vrijheid. Gevlucht voor het Russische leger. Bij de grens in Venlo werd het Hongaarse volkslied gespeeld. En bij aankomst in Utrecht klonk door de luidsprekers op het station een begroeting in het Hongaars. Jonapot, fogadatás. Nederland vangt uiteindelijk 3000 Hongaren op. En ik zorg ervoor 1000 in een kasteel in Oostenrijk. Schloss Judenau. In een klein dorp waar in één klap meer vluchtelingen dan inwoners zijn. Er is nog niks. Er moet nog van alles. En we zien ze al komen. Door het graan, over het gras. En ik zeg het ook. Jonapot, fogadatás. Hier kunt u eten, hier kunt u zich wassen, hier kunt u slapen. Daar kan ik voor zorgen. Maar het allerbelangrijkste, dat moeten wij samen doen. U moet zich niet gaan vervelen. Dan wordt het sowieso de hel. Dus dit is wat ik dagelijks doe. Ik trek de mannen uit hun bedden. Ik zoek naar smeden, slotenmakers, elektriciëns. Helaas, er moeten kieren worden gedicht. Gaten geboord, kasten getild. Ik stuur ze het hele kasteel door. Ik zoek een onderwijzer, een tolk, kappers, schoenmakers. Pedagogussok, frisora, chipestek. Ik stuur de vrouwen naar de naaikamer en naar de keuken. De leraar zet ik in een klas. Met echte schoolbanken en een echt bord. Overdag onderwijst hij de kinderen. 'S Avonds krijgen de volwassenen Duitse en Engelse lessen. Judenau. Ik ben er geweest. Heel op mijn eentje. Overal ben ik geweest. Om vanuit het niks alles te beginnen.